Ja, Voorzitter, ik heb een beetje het gevoel bij deze minister dat ze op een andere planeet verblijft en niet helemaal meer in contact is met de werkelijkheid. Want, Voorzitter, deze minister geeft aan een discussie aangezwengeld te hebben in Europa. Waarvan ze zelf niet eens weet wie, of mensen voor of tegen zijn. Want ze had geen telraam bij zich. Het is raar voor een discussie. Ze is al honderd dagen bezig om een argumentatie voor haar plannen bij elkaar te schrapen. Hij heeft borden gezien in Denemarken die niet bestaan en afgeserveerd worden door de Kamer. Voorzitter, deze minister, vraag ik haar. Maakt er toch gewoon een enorme puinzooi voor? Vraag ik haar. En wordt toch aan alle kanten uitgelachen? En laat toch zien dat ze er bestuurlijk gewoon helemaal niks van kan. Nou, voorzitter, ik ben heel blij met uh, deze vraag van uh, meneer uh, Van Balen, Want hij heeft het over een puinzooi. Hoe komen we aan deze puinzooi? Dat is het beleid van de afgelopen decennia. Dat is de puinzooi. Daar is de puinzooi ontstaan. En ik ben nu de puinruimer. Dus dat is een hele andere rol. Nou, voorzitter. Kijk, dat is het patroon van deze minister. Dat is dan weer wijze. Terwijl ik deze minister wijs op het feit dat deze minister er een puin van maakt. Ze gaat niet eens in op het punt dat ze gelooft in een discussie die niet bestaat. Dat ze borden ziet in Denemarken die niet bestaan. Dat ze al 100 dagen bezig is om alleen maar argumenten te bedenken voor haar plannen. Ze komt met niks concreets. Geef nou gewoon eerlijk toe, zeg ik tegen deze minister. Dat die honderd dagen dat u daar zit, dat er gewoon niks gepresteerd wordt en dat u een flaten slaat. Dat is wat er gebeurt. Voorzitter, ik sla helemaal geen flaten, maar ik denk dat er ja, niet iedereen kan altijd met veranderde zaken omgaan. Want er is gewoon een andere politieke wind gaande. En niet iedereen kan dat verwerken. Ja, en daar kan je ook niet altijd wat aan doen.